Maak je klaar voor 3 korte besprekingen van de volgende boeken. Ook de Jong met Pier en Oceaan. Saskia Noord met Koorts. En Karel Glastaan van Loon met De Passievrucht. Je moet wel heel erg van lezen houden of indruk willen maken op je docent als je het 800 pagina's tellende magnum opus van Oek de Jong op je lijst wilt zetten. Pier en Oceaan is geschreven voor boekenwurmen of voor mensen die graag achteraf willen zeggen hoeveel pagina's er eigenlijk uit hadden gemoeten. Dat er met gemak pagina's uit hadden gekund is overigens een discussie die snel gewonnen is. Pier en Oceaan is een boek dat de tijd en ruimte neemt om een wereld te beschrijven waarin je het wel en wee van een opgroeiende jongen Aborora meemaakt in de jaren 50 en later. Zo'n boek noemen we een beeldingsroman of een coming-of-age story. Het begint als een klassiek verhaal à la Eline Veren of Anna Karenina. We maken kennis met een jonge vrouw die zich volop druk maakt om haar gevoelens en haar huidige leefsituatie. Daarmee zit de jong je als lezer op het verkeerde been, want de vrouw is de moeder van het hoofdpersonage en heeft na enkele hoofdstukken niet meer dan een bijrol. Abel neemt dan het stokje over en we krijgen te maken met zijn dagelijkse romslomp en vriendjes. Pas als puber wordt hij echt interessant als hij bijvoorbeeld vriendinnetjes krijgt. Maar dan ben je al wel 400 pagina's verder. Pier en Oceaan voelt aan als een blokkendoos. Oek de Jong beschrijft blokkenverhaal die samen een steeds grotere oppervlakte vormen, maar een hoog gebouw wordt het niet. Je mist het gevoel dat de schrijver ergens heen wil gaan. Je wilt meeleven met Abel en geraakt worden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid, maar dat lukt maar heel soms. Wat zeggen de recensies? Dat is het grote succes van de roman. Dat het zo simpel en helder en vanzelfsprekend is wat daar op de bladzijde staat, dat je bijna even vergeten was dat het kunst is. Pier en Oceaan is een indrukwekkend epos geworden. In potentie een klassieker in de Nederlandse literatuur. De Jong gebruikt soms wat ouderwetse woorden waardoor het leesniveau op gemiddeld zit. Ook moet je je als je begint met lezen natuurlijk niet laten demotiveren door het aantal bladzijden. Je krijgt te maken met heel veel tekst, maar er wordt niet opgebouwd naar een heftige climax of zelfs geen afgerond verhaal. Eigenlijk allemaal dingen die ik wel zou verwachten en zou willen in zo'n vuistdikke coming-of-age story. We gaan verder met een boek met een wat bescheidenere omvang. Saskia Noord heeft een behoorlijke staat van dienst als het gaat om het schrijven van literaire thrillers. Stuk voor stuk zijn het goed verkopende boeken waarvan de filmrechten vaak al lijken te worden opgekocht voordat ze zijn verschenen. Een paar garanties bieden de boeken van Saskia Noord. Ze zijn makkelijk te lezen, je vliegt door de hoofdstukken en de spanning die wordt opgebouwd zal pas op het eind tot de climax komen. Het boek Koorts is wat dat betreft geen uitzondering. Doreen, een vrouw van 35 jaar, heeft de relatie met haar vriend verbroken. Ze gaat met haar vriendin Ellen, die ze nog maar net kent, naar het hitsige Ibiza waar de mensen door koorts bezeten lijken te zijn. Even lekker vrij en de bloemetjes buiten zetten. Niet heel verrassend is dat plan van onbezorgd vakantievieren snel voorbij. Na een eerste heftige nacht is Ellen spoorloos verdwenen. Wat is er gebeurd en waar is Ellen? Naast het lezen van een spannend verhaal is Koorts een prima boek om eens te analyseren hoe zo'n thriller nou precies wordt opgebouwd. Oftewel, welke literaire trucjes haalt Noord allemaal uit de kast? Een opvallende truc in deze roman is het gebruik van perspectiefwisselingen. Het basisverhaal volgt Doreen, maar de hoofdstukken worden afgewisseld met onder andere de ogenschijnlijke dader. Wie dat precies is, blijft lang onduidelijk, zodat je als lezer nieuwsgierig blijft. Koorts is een makkelijk te lezen boek en Saskia Noord laat zien dat ze goed weet hoe ze een thriller moet opbouwen. Vrijheid, liefde en angst komen voorbij in de feestwereld van Ibiza, waar een welkomstdrankje op een feest al fataal kan zijn. De Passievrucht is een boek waarbij je na 1 hoofdstuk al verkocht bent. Karel Glastaan van Loon heeft maar enkele pagina's nodig om ervoor te zorgen dat je helemaal in het verhaal zit. Een Hollywoodfilm moet vaak aan de voorwaarden voldoen dat de plot in 1 zin te vatten is. De Passievrucht komt wat dat betreft in aanmerking. Armin Minderhout is de vader van een zoontje en komt erachter dat hij al heel zijn leven onvruchtbaar is. De moeder is al enkele jaren dood en Armin begint de zoektocht naar wie dan de echte vader is van zijn zoon. Dat waren 2 zinnen, Jurgen. Je bent onvruchtbaar. Ik? Dat kan niet, ik heb een zoon. Je bent altijd onvruchtbaar geweest. Je leidt aan het syndroom van Klinefelter. Dat is een afwijking van de geslachtschromosoom. Heeft u niet een vergissing gemaakt? Is er niet een dossier verwisseld? Of... Het spijt me. Je hebt een X-chromosoom te veel. Daar kan je niks aan doen. Dat is een afwijking van de natuur. Daar ben je mee geboren. En normaal gesproken is het zo dat een man... een X- en een Y-chromosoom heeft. En bij jou is er iets misgegaan. Bij de vorming van de cel. Technisch onmogelijk. Wie heeft het gedaan? Het boek heeft daarmee de opbouw van een thriller. Alleen gaat het nu niet om een moord, maar om een leven. Wat heeft de vrouw van Armin allemaal achter zijn rug omgedaan? Hoe goed kende hij haar eigenlijk? De recensies! De Passievrucht combineert het beste van een detective met het delicate van een liefdesroman en weet nagenoeg altijd de juiste toon te treffen.
Het resultaat is een vlot lezende, trendy roman met veel boekenwijsheid, maar geen echte diepgang. Het is de combinatie van een zoektocht naar een dader met de thematiek van liefde en bedrog die het boek van Karel Glasta van Loon zo bijzonder maakt. Een makkelijk boek dat klopt aan alle kanten. Goed geschreven, spannend, geloofwaardig en een sublieme opbouw. Kortom, dit is een boek dat maar weinig lezers zal teleurstellen.